Mijn naam is Lars van Velsum en welkom bij het Jupiler League weekoverzicht. De Jupiler League bewees maar weer eens de spannendste competitie van Europa te zijn. Het gat tussen de nummer 1 en de nummer 9 bedraagt slechts 5 punten. Dus ik denk, ik ga even kijken in het buitenland, want de alom geprezen Premier League bijvoorbeeld, is het daar ook zo spannend? Nee, daar is het gat tussen de nummer 1 en de nummer 9 namelijk maar liefst 10 punten. Dan eventjes kijken naar de Primera Division, is het daar dan een beetje spannend? Nee, ook niet. Het gat tussen de nummer 1 en de nummer 9, wederom 10 punten. Dan de Bundesliga, ook niet, 9 punten. Het seizoen is dan nog wel lang. We zitten pas op 12 wedstrijden, zo'n 1/3 van de competitie. Maar als het zo doorgaat, hebben we minimaal elke week 3 krakers op het programma staan. Deze week een speciale shout-out naar RKC Waalwijk. Die zijn langzaamaan omhoog geklommen op de ranglijst. Staan nu op de 6e plek. Erg knap van de ploeg van Peter van den Berg. Vooral na die magere jaren. Een 20e plaats en een 18e plaats in voorgaande seizoenen. Dus nu een 6e plek. Prima. Afgelopen vrijdag wonnen ze met 1-0 van Fortuna Sittard door een goal van Johan Voskamp. Ja, en diezelfde Johan Voskamp, mocht hij ooit weer op zijn niveau komen uit 2010, kan RKC echt heel veel plezier aan hem beleven. Want toen maakte hij namelijk in 1 wedstrijd 8 doelpunten. Nog steeds een record in de Jupiler League. Laten we hopen dat de Waalwijkers nog veel kunnen genieten van de stier uit de lier. Ja, en het is natuurlijk een kleine stap van de stier uit de lier naar de Jamie Vardy van Werversoof. Ja, en vaste Jupiler League weekoverzichtkijkers weten natuurlijk over wie ik het heb. Inderdaad, Bert Steltepool. Ja, en ik heb het natuurlijk net over het record van Johan Voskamp gehad, maar Bert Steltepool is ook houder van een record na afgelopen weekend. Ik heb het nog even gecheckt bij de wandelende voetbalencyclopedie en groot liefhebber van het Jupiler League weekoverzicht, Ed Sportseloot. Maar Bert Steltepool is de eerste speler ooit die in 5 dagen in 3 verschillende competities weet te scoren. Afgelopen dinsdag maakte hij namelijk de winnende goal voor FC Volendam tegen Almere City in de KNVB-beker. Afgelopen vrijdag maakte hij de winnende goal voor Volendam tegen MVV in de Jupiler League. En de dag daarna, op zaterdag, maakte hij de eerste goal voor Volendam, jong Volendam wel te verstaan, tegen Scheveningen in de derde divisie. Je zou dus wel kunnen zeggen dat Bert Steltepool lekker op dreef is de laatste tijd. Is dit het begin van een nieuw jongensboek in de voetballerij? Van Werversoof naar Bernabeu? Afgelopen vrijdag speelde FC Os thuis tegen NAC Breda. Ja, op papier de nummer 19 tegen de nummer 5. Maar voor één speler in het bijzonder was het een vrij beladen duel. Justin Mathieu van FC Os is namelijk geboren Willem II-fan. En heeft daardoor een beetje, nou niet een beetje, behoorlijke hekel aan NAC Breda. In de week van tevoren was op te lezen op de FC Os-site dat hij ook klare taal had voor het duel. Hij zou er 200% bovenop gaan en alles geven om die wedstrijd te winnen. NAC stond binnen het half uur al met 0-2 voor in de wedstrijd. Maar het was wie anders dan Tom Boeren die zorgde dat beide ploegen met 2-2 gingen rusten. Na rust was hij daar, Justin Mathieu, met de bevrijdende 3-2 voor Os. Maar het was niet genoeg. Cyril Dessers maakte er nog 3-3 van. En toen kwam het aan op de laatste minuut. Ging Justin Mathieu dit duel nog beslissen? Ja, en inderdaad, dat deed hij. Alleen het was behoorlijk pijnlijk. Hij kopte namelijk in de laatste minuut de bal in zijn eigen goal. Dus uiteindelijk was het Justin Mathieu zelf die NAC de winst schonk. Ja, toch behoorlijk pijnlijk als je de hele week zo uitlaat en uiteindelijk de schlemiel van de avond bent. Ja, en ik ga er bijna aan onderdoor. Ik heb zelfs een assistente, Janica, aan moeten nemen om alle brieven te beantwoorden en mijn Twitter in de gaten te houden, mijn Facebook, mijn sms. Ik word aangesproken in de supermarkt. Iedereen heeft een vraag met hashtag JLWO. Ik heb er ook deze week weer 3 geselecteerd die door een strenge keuring heen zijn gekomen en die ik even snel ga behandelen. De eerste is van Mitchell Roelofs, ja, over de wanvertoning van de Graafschap bij Achilles. Ja, ik heb het gezien, het viel weer niet mee. Het was echt, ja, als ik eerlijk moet zijn, dan had Achilles nog het meeste recht op de overwinning. En dan hoor ik ook nog eens 's avonds dat de leiding van de Graafschap nog steeds vertrouwen houdt in Jan Vreeman. Nou wil ik hier niet zitten en het ontslag van Jan Vreeman forceren, maar ja, ik vind het toch wel bijzonder. Ze zagen het namelijk positief in, aangezien ze na 5 verliespartijen eigenlijk een keer niet verloren hadden. Dan de vraag van Stadionvoer of Michel Vonk het eindelijk op de rit heeft bij Telstra na 3 jaar. Ja, nou, Telstra doet het gewoon helemaal prima. Afgelopen week hadden ze bijna ADO op de knieën. En ja, ondanks dat ze dan in 3 laatste partijen slechts 1 keer wonnen,
Als je dan bedenkt dat ze wonnen van NAC en gelijk speelden tegen FCM en Jong PSV, kan je gewoon zeggen dat ze het heel erg goed doen. Ja, had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat ze nog vrij afhankelijk zouden zijn van Tissoud Ali. Die is natuurlijk inmiddels vertrokken. Maar eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat Stefano Lillipali opstaat als echte leider. Ja, dan de laatste vraag van Arco Ottehof. Of het te verklaren is waarom Jong PSV het uit zo matig doet en thuis heel goed. Ja, ik heb erover na zitten te denken en ik dacht ja, dat het misschien eerst aan het veld lag. Overal waar ze uit punten hebben laten liggen spelen ze op kunstgras. Maar ja, dat doen ze thuis eigenlijk ook. Dus daar kan het niet echt aan liggen. En ja, het enige dat ik eigenlijk kan bedenken is, het zijn natuurlijk allemaal jonge jongens. En ja, ze zijn middenin in hun ontwikkeling. En misschien zijn ze het niet echt gewend of zijn ze nog een beetje geïntimideerd om te spelen op vreemde bodem. Dat is eigenlijk de enige conclusie die je kan trekken. Maar ja, ik ben geen sportpsycholoog. Dan nog even naar de uitslagen. Ik wil er even eentje behandelen. FC Emmen, dat met 2-1 wint van Dordrecht. Ja, Cas Peters, wederom de grote man. Ja, dan kijken we nog even naar de stand. Ja, wat valt het meest op? Ja, eigenlijk dat Achilles 29 een puntje erbij heeft. Ze komen iets dichter bij FC Os. En ja, wie weet kunnen ze aankomende weken er wel overheen duiken. Ja, en als laatste even kijken naar de topscorers. Ja, heugelijk nieuws. Sam Lammers is niet meer de huidige topscorer van de Jupiler League. Tom Boeren maakte er dus 2 tegen NAC. Ja, die staat nu op 10 goals en die staat helemaal bovenaan. Dit was het Jupiler League weekoverzicht. Voor iedereen die zich na deze video abonneert op het kanaal van FC Afkikken of een blauw duimpje achterlaat, staat er een heerlijk koud biertje klaar in de kantine van SV Zuidermeer. Volgende week praat ik jullie weer helemaal bij over de mooiste en spannendste competitie van Europa. Heb je tussendoor vragen of input, vergeet het niet in te sturen met hashtag JLWO. Tot volgende week!